Zo, prachtige dag. Bijna te warm om te lopen, maar lekker flesje water mee. We doen vandaag weer een wandeling met de Vitens wandel-app. We zijn in Overijssel, bij de stad Zwolle. Het Engelse Werk. Ga je mee? Toch alweer een heel bijzondere wandeling vandaag, omdat het een wandeling is in een park. Eigenlijk zelfs een stadspark. Een park dat is aangelegd in 1830 naar een ontwerp van Hendrik van Lunteren. En het is ontworpen in een romantische Engelse stijl, landschapstijl. Dat was toen heel modern. Nou ja, dan snap je ook waar de naam het Engelse Werk vandaan komt. Het park is in de loop van de tijd ook wat uitgebreid. Zo is er in 1870 een grote vijver bijgekomen. En eigenlijk hoort het aangrenzende Spolderbos er ook bij. En dat is een waterwindgebied van Vitens. Het is echt wonderbaarlijke hoe gevarieerd zo'n klein gebied is, want zo'n grote wandeling is het niet. Maar dat komt omdat er zowel klei als veen in de bodem zit en er ook zanderige hoogtes zijn. En door de oude vestingbouw die onder de grond zit ook veel bodemrelief aanwezig is. En daarnaast zie je natuurlijk overal waterpartijen. En als je hier nou rondwandelt, kijk dan niet alleen naar het uitzicht om je heen, maar kijk ook veel naar beneden. Naar wat er zich rondom je voeten afspeelt, want de plantengroei is echt heel gevarieerd en je kijkt je ogen uit. Nou, verder valt op natuurlijk met al het water ook. Er zijn echt veel vogels. Ik hoorde net zelfs nog een tjiftjaf. En wat ook opvallend is, is dat er hier bevers zijn. Nou, overdag is er niet zoveel kans dat je ze ziet. Maar als je nou vroeg in de ochtend gaat wandelen, heb je best een goede kans om de bevers aan het werk te zien. Ik heb afgesproken met Wieger Akse. Dat is iemand die alles weet over dit gebied. En we hebben afgesproken bij het bruggetje. Dus even kijken of ik hem kan vinden. Het ligt hier aan de rand van Zwolle en dat de mensen toch uit de drukte hier hun rust nog een beetje kunnen vinden. De IJzerdijk, de Reggedijk en de Vechtdijk, die hebben ze nagebootst en daar hebben ze de bijbehorende flora hebben ze ingebracht. Het bijzondere van dit gebied is dat je het volgende jaar nooit weet hoe het eruit komt te zien. In het najaar wordt het gemaaid en in het voorjaar dan is het altijd weer anders. Er zijn bepaalde planten die uitgezaaid zijn, zeg maar, die op de ene plek verdwijnen en op een andere plek weer tevoorschijn komen. Mijn eigen vak is bovenop de IJzerdijk. Hij is nu behoorlijk ruig, maar dan, als je bovenop die IJzerdijk bent, dan heb je een mooi uitzicht over de hele natuurtuin en het aangrenzende gebied. De beleving van zoveel flora en fauna op zo'n klein stukje, dat ergens nergens is. En vooral in het voorjaar, de orchideeën die in zo'n groot aantal bloeien, nou, dat zie je nergens. Je gaat vanuit de tuin, ga je hier een park in en dan kom je van het jonge gedeelte in het oude gedeelte park. Je gaat richting de IJssel. Je hebt de IJssel, de Uiterwaarden en het Weidse uitzicht. Dat is prachtig om eens te lopen. Nou, bijna aan het einde van deze toch wel bijzondere wandeling in een heel groot stadspark. Mooie compacte wandeling, ook wel geschikt voor het hele gezin. Ik heb heel veel verschillende dingen gezien. Ja, en dat water, hè, dat is bijzonder. Overal waterpartijen en de IJssel. Ja, echt de moeite waard.